De achtergrond van het reekje van Mozart is nogal bizar. Er komt een geheimzinnige man aan de deur bij Mozart en die vraagt om een requiem. En dat requiem is bedoeld voor zijn baas. En zijn baas blijkt een graaf van Waldseck te zijn. Deze graaf had de gewoonte om componisten stukken te vragen te schrijven. En dan kon hij doen alsof hij de componist was. En in dit geval vroeg hij om een requiem, dus een stuk voor iemand die overleden is. Zijn vrouw was net overleden en hij vraagt aan de toen al doodzieke Mozart, schrijf een requiem. Good. Good. Now the tenors. Fourth beat of the first measure on C. Convitatis. Second measure, fourth beat, D. Veel mensen kennen natuurlijk het requiem uit de film Amadeus. En wat Amadeus gedaan heeft, ik denk, die heeft de schoonheid van de muziek van Mozart voor een heel groot publiek ontsloten. En is geweldig. En dan hebben ze natuurlijk de figuur van Salieri hebben ze uitvergroot. Want die wordt echt als een soort nar neergezet. En vreselijk. En er zijn van geruchten dat hij hem vermoord zou hebben. Nou, dat is allemaal wat uitvergroot. Wat wel natuurlijk wel heel interessant is in die film, het verschil tussen middelmatig en door God aangeraakt. En dat is natuurlijk het bijzondere. Salieri was gewoon een hele verdienstelijke componist. Daar was niks mis mee. Maar wat je ook luistert naar de eerste noten van het requiem, dan hoor je gewoon dat is iemand die door God aangeraakt is. Dat zijn de eerste noten. Salieri hoort op een gegeven moment de hoge bes uit de Gran Partita uit de verte klinken. Die hoort dat. En hoort die hoge bes in die hobo. En hij weet het. Ik ben een gewone, normale componist. Deze man is door God gezonden.